Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een hele toffe video voor jullie. Ik had de intro al opgenomen, maar bij het editen van de video zat er in één keer een zwart beeld in de intro. Heel vervelend, maar daarom dacht ik neem het intro gewoon even opnieuw op. De rest van de video is heel erg tof geworden. Een hele leuke video. Aan het eind van de video heb ik een leuke winactie voor jullie, waarbij je kans maakt op het bloemstuk van vandaag. Dus blijf vooral kijken. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En je kan me ook volgen op Facebook en Instagram, mocht je dat willen. Goed, dan nog een kleine intro van de video. We gaan dus een hele mooie krans maken. En ik leg het stap voor stap uit in deze video. Alleen het beginstukje wikkel ik de curly takken om de bovenkant van het frame heen. Dat zie je niet heel uitgebreid in de video, maar dan weet je dat je dat eventjes nog moet doen. En voor de rest spreekt de video van zich. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier met kijken. Ik haal eerst even een ijzerdraad door het frame als het ware. Je kan trouwens ook tie rips gebruiken. Is ook heel handig. En dan kan je hem daar heel makkelijk op bevestigen. En ik doe dit een paar keer zodat het goed vast zit. Ik heb liever een ijzerdraadje te veel of een tie rip te veel. Een van de twee dan dat er te weinig op zit. Maar hij zit eigenlijk nu al heel goed vast. Dus het gaat vrij makkelijk. Dan is dit de basis. Ik heb hier nog een stuk van het curly takken over, maar die komt straks eroverheen. Dus dat wacht ik even iets aan de kant, zodat ik daar geen last van heb. Want we gaan eerst het bloemstuk opmaken. Ik begin even met een basis van wat blad. Dan gaan we verder met de bloemen. Ik ga hem mooi in pasteltinten verwerken. Dat is wel heel erg mooi. Ook leuk trouwens voor een bruiloft. Aan de zijkanten gebruik ik wat lange scabiosa bolletjes. Dus die laat ik echt meelopen met de krans. Het al lijkt. Dan ga ik eventjes mijn curly takken een beetje verdelen over de krans, zodat ik even weet hoe ik moet werken. Je kan ze trouwens buigen, dus je kan er ook leuke vormen in maken. Dat is heel erg leuk. Kijk, je creëert gelijk diepte. Ik
Op het eind kan je hem nog wel wat beter vastmaken, maar ik heb in ieder geval even een goede basis gemaakt. In het midden doe ik mooie rozen. Let op dat je alles goed schuin aansnijdt. Heel belangrijk. En ik kijk dus heel mooi naar hoe mijn krans loopt. En zo laat ik hem meelopen. Zo krijg je hem echt wat boller aan de binnenkant. En loopt hij wijder uit. En door die curly takken maak je hem gewoon heel apart. Aan de andere kant gebruik ik een gerbera. Steek ik altijd even voor. Dus ik steek hem voor. Kan je ook een steel voor gebruiken. Snij ik hem opnieuw aan, want dan blijft hij gewoon veel langer mooi. Ik vind het mooi om de gerbera eventjes op draad iets langer te verwerken. Dat doe je als volgt. Je steekt voorzichtig het ijzerdraadje boven in de kop. En ik hou met één vinger het hartje vast. En dan kan je hem er zo omheen draaien. En dan heeft jouw gerbera iets meer stevigheid. Dus zul je zien dat het langer mooi blijft. Het ijzerdraadje knip ik af. En dan duw ik hem weer omhoog. Zodat je geen twee punten krijgt waar je mee in het steekschuim steekt. En dan kan je hem ook voorzichtig iets buigen. Ik doe dit wel echt heel voorzichtig. Zet ik deze even iets verder omhoog. Mocht je nu nog steekschuim zichtbaar hebben, kan je een klein beetje Tilantia gebruiken. Je kan het vastzetten met een krammetje, maar vaak kan je het er gewoon wel een beetje zo tussen duwen. Dan hoef je ook geen krammetjes te gebruiken. Het gaat vaak om kleinere plukjes. Mocht je hem nou echt op gaan hangen ergens, dan is het misschien wel verstandig. Past het mooi bij de kleur van de curly takken. En je ziet dat die al helemaal mooi uit tot ze recht komen. Hè? Kijk hoe prachtig. En dan hebben we echt een prachtige krans gemaakt. Kijk dan, heel mooi om neer te leggen, want dan is het bloemstuk heel mooi. Je kan hem ook ophangen of ergens tegenaan zetten. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Wil je dit nu graag zelf maken? Je kan hem bestellen in de gewenste kleur. Pas de kleur zo goed mogelijk aan je wens aan. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnijbloemist.nl. Je vindt onder een kopje cursuspakketten. Wil je nou kans maken om deze te winnen? Laat hieronder gewoon even weten dat je meedoet. Wil je dubbel kans maken, kan je ook deze video delen op Facebook of Instagram. Dan doe je twee keer mee. Dus dan gaat je naam twee keer als loodje in de pot. Dus mocht je het leuk vinden, kan je meedoen. En je kan me natuurlijk ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik heel veel meer over het bloemwerk en van alles. Alle positiviteit over bloemen. Dus mocht je het leuk vinden, kan je me daar volgen. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!